Als jongen helpt deze 17e-eeuwse Fransman zijn vader, die bosbeheerder is. Waarschijnlijk begint dan zijn fascinatie voor dieren, die later in zijn verhalen een stem krijgen. Aanvankelijk kan hij niet van zijn schrijfwerk rondkomen en wordt uitgehuwelijkd aan de 14-jarige Marie, die mooi en rijk is. Maar naast de zoon die ze krijgen, hebben ze niets gemeen. Hij zet daarom liever de bloemetjes buiten in Parijs. Als zijn huwelijk eindigt, is hij blut en wordt afhankelijk van weldoeners, zoals Madame de la Sablière, bij wie hij intrekt. Hier bloeit zijn schrijverscarrière op. Critici bejubelen hem en zijn beeldenis verschijnt op postzegels en munten. Wereldberoemd worden zijn ironische fabels over dieren met menselijke eigenschappen, zoals de krekel en de mier, waarin de krekel de ijverige mier zomers opvrolijkt met zijn gezang, maar daar niks voor terugkrijgt. De schrijver wilde hiermee de onderwaardering van kunstenaars aankaarten.